Hij wordt soms aan mij gevraagd wat mijn hoogtepunt is, met betrekking tot kunst. Voor mij is het al geweldig dat ik kunst mag beoefenen, dat ik mezelf kunstenaar mag noemen en dat ik iets doe dat ik van kind af aan leuk vond. Ik ben Sean Del Horten, administratief medewerker van beroep. Ik verzorg tekenlessen en daarnaast ben ik beeldende kunstenaar. Kunst betekent voor mij een manier om gevoelens of emoties te uiten. Vrijheid, rust. Ik denk dat het voor iedereen het een andere betekenis heeft, maar dus dat is echt wat het voor mij betekent. Een voordeel vind ik over het algemeen voor mensen die met kunst bezig zijn, is dat het je meer vrijheid geeft. Je leert dat je een stem hebt, het kan gebruiken. Je hoeft niet op straat te gaan, maar er zijn andere manieren om je mening te uiten of aan te geven wat belangrijk is voor jou. Dit is een van mijn kunstwerken en deze ging voornamelijk om de veranderingen die je meemaakt bij het verhuizen, zeg maar, het emigreren. Het ging erom dat je soms in één land geboren bent en naar een ander land gaat, om welke reden dan ook, om te wonen. En dus dat heb ik een beetje uitgebeeld door die verschillende kleuren. Want overal waar je naartoe gaat, maak je veranderingen mee. Dus word je ook beïnvloed door de plaatsen en de mensen die je dan tegenkomt. Ik ben al een tijdje met kunst bezig, van kind af aan. Als ik bezig ben met kunst, dan is het dat ik vooral tot rust kom. Ik ben heel gefocust. Externe dingen. Ik ben dan niet bezig met de directe dingen om me heen. Ik ben echt bezig met het werk waarmee ik op dat moment bezig ben. Ik werk op verschillende manieren. Bij de sculpturen, zeg maar, is het vaak dat ik een idee krijg en dat ik dat op een of andere manier ga vastleggen. En die materialen dan verzamel en dan te werk ga. Bij schilderijen is het ongeveer hetzelfde. Ik krijg een idee en dan ga ik ook gelijk de materialen zoeken van dit en dit en dit wil ik doen. En dan maak ik ze in orde, dan zet ik het. En wanneer ik de vrijheid heb of de tijd heb om het te doen, dan begin ik eraan. Collages gaan dat ietsje makkelijker, want het is meestal gewoon knippen, plakken. En dan ga je, wanneer je het op hebt gezet, dan ga je van daaruit verder werken. Kunstvorm waar ik me voornamelijk mee bezig hou, is mixed media. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik van experimenteren hou. En dat heeft dan geleid dat ik op de manier werk zoals ik dat nu doe. Mixed media is gewoon een combinatie van verschillende technieken, materiaalsoorten waarmee je werkt, zeg maar. Ik gebruik collage techniek, soms zeefdruk, schablonen. Maakt niet uit wat mij op dat ogenblik inspireert, gebruik ik. Naast de schilderijen maak ik ook sculpturen en die zijn ook, daarbij gebruik ik ook mixed media. Het is niet dat ik alleen maar acryl gebruik of olieverf. Ik gebruik andere materiaalsoorten ook. Als ik kijk naar de toekomst met betrekking tot kunst, zou ik misschien in het buitenland willen exposeren en meer tijd eraan besteden.